Marco, gefeliciteerd met de 2-0 overwinning hier in Amsterdam tegen Ajax. Wat ik zelf wel een heel mooi moment vond tijdens de wedstrijd was de 2-0. En toen jij op je knieën ging en alles eruit gooide. Ja, het was echt een moment dat je het gevoel hebt dat deze wedstrijd op slot gaat. En dat je hem gewoon niet meer uit de handen gaat geven. En dat was gewoon zo'n onwijs fijn gevoel. En was ontlading, er was spanning, was kracht, was alles wat eruit kwam en vandaar. Ja, want je hebt een vrij heftige, bizarre week achter de rug. Ja. Het is niet fijn dat je op zo'n manier zoals vandaag in ieder geval de winst kan pakken. Ja, alles stond in teken in principe ook van donderdag en van vandaag. En de hele week bouwde op eigenlijk naar dit moment. En bij het fluitsignaal was echt echt een relief en alles kwam eruit en spanning, alles liet los. En het was echt een bizarre tijd, bizarre week. Ja, kun je daar wat meer over vertellen, wat je dan allemaal beleefd op zo'n moment? Wat ik beleef op zo'n moment? Nou, het was zo'n stressvolle week en er gebeurde zoveel. En ik ben natuurlijk 2-3 dagen toch Oostenrijk geweest, weggegaan, thuis weg. Gisteren natuurlijk een onwijs heftige dag gehad. Ja, maar doe even voor duidelijkheid in je privé situatie. Ja. Ja, klopt, ja. Gisteren uitvaart gehad van mijn vader, dus ja. En dan zei je, dat lijkt me ongelooflijk lastig om dan één keer de knop om te zetten en weer te focussen op het voetbal. Ja, gek genoeg, het helpt ook. Het is echt twee kanten, je hebt het en ja, ik heb... Deze week met mijn vrouw heb ik echt alles aan gedaan om ons mentaal zo sterk te maken. En daar ben ik er dankbaar voor dat zij dat heeft ingezet en mij daartoe ook ermee heeft geholpen eigenlijk. En we hebben echt alles aangegrepen om deze week door te komen. En vrienden, familie hebben we bij ons gehaald en alles in teken gezet om die steun en die liefde te voelen. En, ja, en dat tot de hoogtepunten gaan brengen op een dag zoals vandaag. En als je dan nog 2-0 wint. En vaak heel wat belangrijke reddingen voor jou. Ja, en nog prima gespeeld ook. Ja, dan komt echt alles. Het is gewoon één roes wat je nu, waar ik nu in zit. En wat ik zeg, alle spanning is gewoon in één keer weg.